Nou, ik ga lekker van start. Ik heb twee pagina's liggen. Ik leg deze even aan de kant, want dit is de pagina waar ik het meest over twijfel. Dus die leg ik even aan de kant en ik ga met deze beginnen. En wat ga ik doen? Wij zijn vorige week op vakantie geweest. En dan heb ik natuurlijk heel veel foto's. En ik loop echt achter met mijn weekplanner. Dus ik dacht van nou, weet je, zal ik gewoon vorige week vast eens gaan doen. Dan heb ik die in ieder geval was klaar. Want ik geloof dat ik ergens bij week 27 ben blijven hangen. Dus ik loop echt achter. Gelukkig heb je altijd als je foto's maakt op je camera of je telefoon, dat de datum erbij staat. Dus je kunt altijd terug gaan werken. Maar ja, ik kom meestal wel tijd tekort. Dus nou, ik heb hier, jullie hadden net gezien dat deze kant, heb ik dus kerstbomenpapier gebruikt. Nou, dan ga ik dan aan de andere kant ga ik daar ook een stukje van gebruiken. Dus, dan zie ik dat die op mijn computer weer vastlopen. Ik weet niet wat dat is, maar goed. Ik moet hem af en toe hier een keer aanduwen. En dus heb ik een klein strookje met een van de oudere plannerstansen een randje gestanst. En ik ga eerst mijn papier even beinkten. Dat doe ik met een vintage foto. Voordat dat vergeet. Dat vind ik wel leuk. Het papier zelf is van het nieuwe Reminiscence Boek 3. En ik dacht, ik kan wel verder gaan met mijn daily. Maar ja, die zien jullie elke dag. En dan hoef ik eigenlijk alleen maar een fotootje bij te plakken. In de meeste gevallen. En soms nog een klein plaatje erbij te doen. Maar het is niet meer zo spannend om dat jullie te laten zien nu in de live. Dus ik ga gewoon wat nieuwe stansen, nieuwe plaatjes erbij gebruiken. Ook stempels heb ik gebruikt van de nieuwe serie. Hoe vinden jullie dus de nieuwe serie van Esther? Ik vind hem echt helemaal super gaaf. Ja, is een leuke strip. Hè? Ik durf zo niet te zeggen uit welke dat die komt. En die heb ik natuurlijk ook gisteren weggelegd. Dus dan moet ik even straks even kijken. Maar dat kan ik straks wel even doen hoor. Blijf maar eens even concentratie. Nou, we hebben ontzettend veel rekening gehad vorige week, dus dat was wel een beetje jammer, maar we hebben ons eigenlijk toch wel vermaakt hoor. Kijk maar, die gaatjes hier ook zo te oppassen. Zo. We zitten nog op de wachtroelie op de nieuwe release. Echt helemaal geweldig. Ik ben fan. Ligt al op een bureau. Helemaal geweldig. Maar je bent anders ook bezig met de foto's aan het plakken bij de daily. Nou. Dan heb ik een pocket gemaakt van Effe Groen kartstok. En die komt hier overheen. Dus ook weer uit een andere, een oudere release, zeg maar. Dan plak ik even dubbelzijdig tape op. Het is ook zo mooi dat je alles gewoon kunt gebruiken. Bij elkaar. Wacht even, want... Past net niet natuurlijk. Net wel, ja, past net wel.
Je hebt de hele serie anders kon ik kiezen. Nee, dat snap ik. Dat is gewoon erg leuk. Ja, het mooie is nu ook dat natuurlijk wel een cadeautjestijd er is. Hè? Dat je ook kunt zeggen van nou, ik vraag het met Sint of met Kerst of net wat jullie doen. Of, zoals ik altijd zeg, als je eigenlijk niet kietelt, dan lach je nooit. Wen jezelf een keer. Dan maak ik deze vast, ik weet niet of ik in beeld ben, deze vast los. Ik maak deze vast los. Kijk, dan plak ik deze, plak er een beetje aan vast. En dat dan aan deze kant ook. Zo. Nu heb ik de mesje en dan denk ik, ik had vorige keer al een nieuw mesje erin moeten doen. Dat heb ik nog steeds niet gedaan. Nou, dan ga ik hem even naar me toe halen, want het moet natuurlijk wel zo zijn dat die gaatjes precies op de andere gaatjes terechtkomen. Zo. Zo. Dan val ik hem even scherp met mijn nagel. Je kunt dat ook met een vouwbeentje doen hoor. En dan wip ik even al die papiertjes naar de zijkant. Zo. Nou, dan heb ik uit het papier, uit het nieuwe boek, heb ik deze twee geknipt. Die zitten in het papier. Er zitten heel leuke tekjes in. Oh, wacht, ik zal het doosje wel pakken. Kijk, dit heb ik allemaal al uit het boek geknipt. Dus dit zijn hele leuke pockets, zeg maar. En dan heb ik de dunne en het dikke papier allebei gedaan. Nou, hier heb je een hele hoop van die leuke labeltjes. En daar heb ik ook de dikke en de dunne versie van geknipt. Het is wel even een avondje ben je ermee bezig. En even kijken, dan zitten hier nog van die groene, ja noem ik ze, labels. Dit komt allemaal uit het Reminiscence boek 3. En dan heb ik echt van alles, de dunne en de dikke, dikke papier geknipt. Nou, dit is ook zo leuk. Dan hebben we nog een hoop tags. Kijk, zie je hier een stapeltje van het groen. Nou, wat grote tags. Kleine ertussen. Dus dit zit allemaal in dat boek. Nou, die heb ik allemaal al klaar. Dus ik had er twee uitgekozen om nu te gebruiken hier. En dat is deze. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb dit even, omdat ik er niet zo netjes geknipt had, met een ronde pons even mooier gemaakt. Dus dat moet ik wel even erbij zeggen. Ik had niet zo netjes geknipt, vond ik. Dit ga ik ook weer even met de vintage foto bruin maken. Die wil ik eigenlijk hier op doen. En dan ga ik die met... Wacht, ik kan eerst een foto doen. Ik had er een foto bij. Even kijken. En waar is die baby? Ja, hier. Kijk, we hadden een huisje. En in dat huisje zat een heerlijk open haard. En die past precies... Die heb ik zo passend gemaakt dat die op dit stukje past. Ik pop wel even het witte randje donkerder maken. Even kijken, ik heb boek 2. Nou, ik heb ze gelukkig ook nog alle drie. Alle drie de boeken. Kijk. Komt die foto, komt hierop. Ik moet zeggen, we hebben de open haard ook elke dag aangehaald. Dat is iets wat we thuis natuurlijk niet hebben. En zo heerlijk, heerlijke warmte is dat, hè. Een beetje omhoog gaan werken.
Ik gebruik nu 3 mm tape. Want dan kan ik er dadelijk nog mooi iets in stoppen. En op zo'n vakantie maak ik natuurlijk wel best wel veel foto's. En ik heb natuurlijk in december daily al een paar zitten. Maar in, ja, in mijn weekplanner worden er natuurlijk dan ook een paar. Hè? Even kijken. Zo, dat hij een beetje recht zit. Nou, wat had ik bedacht in die... Hierin heb ik een, ik zal meteen even pakken, want die had ik wel aan de kant gelegd. Een note piece. Deze note pieces, daar heb je namelijk ook stempels van die erbij passen. Even kijken. Dat zijn deze en die heb ik bij de volgende ook gebruikt. Dus vandaar dat die setje note pieces er nog lag en heb ik dit achtergrondje uitgestampt, ook van groen. En dan heb ik een foto passend gemaakt. En dat is een foto van, wij gingen vrijdags en toen dachten we van, nou weet je, we zullen meteen in het restaurant van het park, wij komen daar vaker, we waren voor de 5e keer, dus meteen reserveren, want het is de enige keer waarschijnlijk dat we nog kunnen uit gaan eten. Dus dat hadden we van thuis uit al gedaan, dus daar had ik een leuke foto van gemaakt. En aangezien dat we daar voorlopig denk ik niet meer kunnen, is dat wel leuk om dan nog snel even gebruik ervan te maken. En dat hebben we dus ook gedaan. En dan het winkelcentrum Beek. Ja, ook. Maar dan dachten we eigenlijk dat het niet door zou gaan. Want wij zaten net te vertellen tegen elkaar van nou morgen naar het winkelcentrum toe. En toen zagen we in een keer het nieuws. Toen dachten we oké, dat gaat dus niet door. Voor degenen die het niet meegekregen hebben, in Beek zit een overdek winkelcentrum. Mikado of Makado, ik weet niet meer precies hoe het heet. En daar zouden we naartoe gaan. En net de dag van tevoren is een heel groot stuk van het dak ingestort. Dus wij dachten van nou, daar gaan ons plannen. Maar de volgende dag was al heel snel bekend dat, dat alles al opgeruimd was. Dus toen zijn we alsnog... geweest. Eerst hadden we nog getwijfeld van zullen we dan wel gaan, want ja, weet je, er zullen misschien ook alweer veel ramptoeristen zijn. Nou, daar viel gelukkig wel mee. Zo. Dit is ook weer een standje uit de oudere collectie. Dat heb ik meteen met dubbelzijdig tape gedaan. Dat is het handigste. Ja, Makado. Ik zeg al, ik wist niet meer Mikado, Makado. Ja, dat was een flink stuk hoor, wat er naar beneden gekomen was. Kijk, dit kan dan mooi hierin. Zo, dan doe ik wel even een touwtje aan, want dat vind ik wel leuker. Maar jij woont er in de buurt toch, Monique? meter. Oh ja, dat is wel, wel dichtbij. Nou, we zijn ook naar Aken geweest, naar de kerstmarkt. We zijn naar Valkenburg geweest, niet naar de grotten, want daar hing het echt met de benen buiten. Niet normaal. Ik dacht van, echt niet. Nou, ik heb dit... stukje cozy, dit is het dunne papiertje. Dan ga ik nog even een gaatje in maken. Met mijn gaatjestang, kijken waar het op staat. Ja. En dan ga ik er ook nog even kijken of dat ik in mijn restjesbak van Marie & Vos nog een mooi kleurtje groen heb.
dacht dat je wel had, ja, in de kleintjes. Kijk, dit is echt zo'n bak met restjes. Dat is heel erg, maar ja, dat gooi ik dan weer niet weg, hè. Ik zal ook meteen een paar meer uithalen, de kleintjes, groene, dat is geen groen. Dit was wel groen. Die ook, voor het geval dat ik nog meer nodig heb. Zo, in ieder geval was drie klaar. Maar je woont er ongeveer 15 minuten vandaan. Het tapje is volgens mij van de Sidekick. Moet ik extra, zal ik even kijken, want ik denk dat ik dat wel snel heb gehaald. Volgens mij is die van de Sidekick. Ogenblik hier. Even kijken. Ja. Het tapje is van de Sidekick 1769, nummer 5. Daar zit dat tapje in. Nou, hier heb ik mooi een smalle reinforcement. Ga ik hier ook een klein touwtje aan doen. Het is wel wat rustiger geworden. Nee, boven is nog niet heel veel rustiger geworden. Maar ik heb afgelopen zaterdag heb ik zelf, en mijn man doet al privéles. Maar afgelopen zaterdag heb ik die privéles gedaan, omdat hij bij mij gewoon heel erg trekt. En ik dus naar de fysio moest, omdat mijn knieën overbelast raakten. Dus toen hadden we gezegd van, nou weet je, in plaats van mijn man, laat ik dan even een keer gaan. Of ze komt altijd hier, zo moet ik het zeggen. En ja, toen heeft ze mij geleerd hoe dat ik het beste kan doen. En het werkt, moet ik zeggen. Het werkt nog niet altijd natuurlijk, want het is een hond. Dus, nou, deze plak ik in de tussentijd zo op. En die doen natuurlijk toch, vooral als die het ziet, hè. Maar rustiger worden zal die voorlopig ook nog niet worden. Dat, het is gewoon, dit gewoon het aard van het beestje. Hij heeft soms van die gekke 5 minuten, zeg ik altijd, maar... Het is niet net als een andere hond, zeg maar. Het is niet een hond die als pup zijn heel veel slaapt. Nee, hij heeft gewoon echt extra aandacht nodig. En, dat wisten we wel, maar we hadden nog nooit zo'n hond gehad. Dus dan is het toch net even iets anders om... Ja, dit ziet er wel goed uit, toch? Nou, dan ga ik die even aan de kant leggen en dan ga ik even de tags maken. Nou, dit is wel een heel duidelijke foto, hè. En we samen lekker zitten metten. Dat is wel een van de dingen die we heel veel gedaan hebben. Heel lekker gegeten. Echt. Ja, ik zeg al, wij komen daar vaker. En de volgende foto's komen dus ook van het tentje waar wij dan... heel lekkere dingen gaan halen. En ik weet niet of er iemand daar in de buurt woont, maar Loods 81 heet dat. En daar hebben ze zulk lekker spul. Kant en klaar, hoeft alleen maar in de magnetron. Dus op vakantie is dat gewoon super handig. Het is wel wat duurder, moet ik er wel eerlijk bij zeggen. Dus ik zei al, het is maar goed dat wij er niet in de buurt wonen. Wij zijn wel echt begonnen, dus we lussen wel heel veel. En als het apart is al helemaal, dus. En dan ben je in Limburg wel op de goede plek ook, hoor. In Limburg altijd gewoon nog veel meer gericht op echt vers, echt van de boer en... Wij zijn naar Noordbeek geweest. Het huisje, het park heet Wouwsberg. Hans. Kijk, dan komt meteen hier die groene weer te pas. Het is een heel klein parkje van landbouw, is dat. Heel mooie schone huisjes.
ik denk dat er iets van 40, 50 huisjes op het park staan, dus het is echt niet groot. Er is ook niks op te doen hoor, alleen een restaurantje. En verder is er ook, ook gewoon helemaal niks op te beleven, maar ja, dat hoeft voor ons niet meer. Hè? Wij hoeven geen binnenzwembad en hele ratspan. Wij vinden wandelen leuk, fietsen leuk. Nou, daar hebben we dus eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Omdat gewoon, ja, het weer zat ons niet erg mee. Nou, dat is de grote tank. En dan heb ik hier dus drie foto's van. Ja, ik had er nog meer. Maar hun hebben buiten, Lotte 81 heeft buiten gewoon heel erg mooi ingericht, zeg maar. Echt een roestig bord aan de straatkant. En dan hier wat hertjes. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Hier een hoe heet het nou? Voor bijen en allemaal diertjes. Dag kan wel van het eetgedeelte een foto maken. Vond ik echt niet zo leuk. Ja, lekker rust is ook heerlijk. Dat klopt ook. Ik heb mijn eigen wel gemaakt hoor, want ik heb ook al wat hobbyspullen meegenomen. Ik heb wat kerstkaarten gemaakt. Ik kwam nog te kort. En ze zijn nog niet helemaal af, want ik was mijn witte gelpen vergeten. Ik vergeet altijd iets natuurlijk. Dus dat heb ik ja, ook niet veel hoor. Maar ik geloof dat ik er 4 of 5 gemaakt heb. Maar lekker bank hangen en Netflix kijken en... op een haartje aan. Dat kan ook allemaal gewoon. Nou, we zijn naar Aken naar de kerstmarkt geweest. Daar heb ik dan op de volgende pagina. En dat was zo lekker rustig. Want wij gaan dan nooit in het weekend. We waren in het weekend door Valkenburg gereden. Nou, eerlijk waar, dat is een gekhuis. Niet normaal. En er was van 1,5 meter ook weinig te zien. Maar op maandag in Aken op de kerstmarkt was er was dus echt helemaal niks te doen. Dus dat was heerlijk. Alleen viel er wel nat sneeuw. Dus het was wel nat. Insectenhotel. Ja, ik kon er niet op komen. Dit is inderdaad een heel mooi insectenhotel als het daar. Maar weet je, Zuid-Limburg is ook heel mooi om als het regent met de auto gewoon erheen te rijden. Dat hebben we ook wel gedaan. Ja, en nogmaals, wij komen daar zo vaak. Mijn man komt oorspronkelijk uit Limburg. Die zou het liefst ook in Limburg terug gaan wonen. Die komt oorspronkelijk uit Hoensbroek. Dan is hij ook al lang weg hoor, want als kind zijn die al naar Uden verhuisd. Ja, Valkenburg Monique was echt te gek. Echt niet normaal. Dat was, ik had echt zoiets van nou, over 1,5 meter gesproken, niet te filmen. Maar goed, we hadden van tevoren al besproken dat we dat niet gingen doen. En vooral de grotten niet, omdat ik vind dat in die grotten, ja, er zit toch naar mijn mening te weinig ventilatie in. Nou, dit is een doosje met reinforcements en dat is allemaal dezelfde kleur. Dat is paint-on papier. Dan zie ik dat ik weer opnieuw moet gaan stansen, want deze kleine ringetjes. Wat wel, oh, ik heb precies 3. Dan weet ik niet of ik die dadelijk nog nodig heb. Paint-on papier is ook het papier wat ik hieronder gebruikt heb. Paint on natural. Past heel goed bij de lijnen van Elizabeth Crowe Design. Oh, jullie zijn op de kerstmarkt in Düsseldorf geweest. Ja, op vrijdag, dus op zaterdag. Ja, weet je, ik vind in Duitsland heeft toch altijd die sfeer, hè. Wij zijn ook een paar keer naar Monschau geweest. Ook heel leuk, maar die ging dit jaar geloof ik niet door, dat mijn man zei.
Ja, dat is zo'n klein dorp en als er dan zoveel mensen zijn, snap ik wel dat die het risico niet gaan lopen. Nou, ergens zat een stukje. Maar daarom gaan we eigenlijk altijd rond deze tijd. Nou waren we eigenlijk laat, want meestal zijn we er als de eerste week van de kerstmarkten. Ze waren nu best wel laat. Ik vind het gewoon sfeer leuk. Ik vind Maastricht vind ik echt helemaal niks aan, want dat vind ik echt. Ja, dat is alleen maar. Er is weinig kerst aan te beleven. Ik vind er moet dan ook wel iets kerst te zien zijn. En niet sjalen en sokken en dat soort dingen alleen maar. Er staan er tegenwoordig overal wel tussen, maar. Ik vind er moet ook wel iets kerst zijn. En ik vind Maastricht, en dan ben ik er al een paar jaar niet meer geweest hoor, maar daar vond ik het echt gewoon. Ja, er stond gewoon weinig kerstkraam tussen. Klopt, Duitsland is veel gezelliger dan hier. Daar ben ik het helemaal mee eens, Hans. Zo. Oh, die moest er nog weer. Gooi hem heel enthousiast, gooi ik hem weg. Maar voor degene die er ooit in de buurt komen, loods 81, een aanrader. Als je een keer lekker wil eten. Ik zei wel, het is wel jammer dat hij niet bij ons in de buurt is vanwege kerst, want dan had ik het heel gemakkelijk gehad. Nou, eens even kijken. Stop ik die nu gewoon zo in of doe ik er nog iets meer mee? Ik had eigenlijk gedacht volgens mij dat ik er nog iets meer mee. Ja, ik ging er nog iets meer mee doen, nu weet ik het. Kijk, die stop ik dan gewoon hierin. Deze wilde ik nog wel iets meer mee doen. En ik had het wasstape. En het wasstape komt uit de serie van Esther, de WT01. Reminiscence number 1. Ik dacht, dat is misschien wel leuk. Gewoon zo op die foto's. En dan aan de bovenkant ook. Kijken dat het nu op zijn kop plak. Een beetje lastig, want ik zit op afstand te werken. En dan... Maar goed, op wasjetape al zit daar een beetje schuin, is niet zo erg toch? Bij jullie op het dorp gaat het niet door de kerstmarkt. Oké, okay, en waar woon jij, Marlies? Is dat ook altijd een grote kerstmarkt? Of? Wij krijgen hier serieus requests, dat was je ook niet door kan. Nee, daar ben ik het ook helemaal niet eens. Nou, deze vind ik te donker. Oh, die dat ik er tussenuit haal. Maar dan mogen ze ook maar een x aantal bezoekers per dag, geloof ik, ontvangen. Was dat niet? Ik heb dat ergens opgevangen. Kijk, zie je het verschil met dit of dit? Dat maakt het wel net af, hè? En daar hou ik wel van. Kwade Damme, nee, heel klein dorp in Zeeland. Oké. Ik heb er ook nog nooit van gehoord, Kwade Damme. Nou, hier hebben we zulke leuke dingen niet hoor, dat is een kerstmarkt. Hier hebben we één keer per jaar braderie met kermis en dan houdt het dan mooi op. Zag nog een... Oh, hier ook nog eentje. Rondje erin zit. Kijk, zien jullie? Dit is toch veel leuker dan het gewoon alleen maar foto op plakken. Dus ik zit te twijfelen. Ik denk dat ik hem hier ook nog doe. Mag wat groter. Natuurlijk weer net te groot. Oh nee, nog niet. Plak ik deze wel een beetje over de foto, want er is heel veel ruimte.
En dan heb ik al heel veel foto's in dit kleine stukje zitten. Hè? Kijk, die kan erachter. En er kunnen er nog meer bij hoor, als je wil. Je kunt zelfs hier nog een foto plakken. Wat ik wel ga doen, denk ik, is even hier een stukje van die tape. Weer terug laten komen. Dan vond ik dit net te donker en dan pak ik het nu weer wel. Dus ik ga het weer aan de kant. Zo. Dan knip ik hem hier even af. Maar dan mis ik eigenlijk hier iets. Even kijken, zit er hier iets in wat ik daarboven nog kan gebruiken? Ik weet niet hoe laat het is. Maar... Even kijken, zit hier iets in zit wat ik daarboven kan gebruiken? Misschien nog iets van die... Ja, dat zou wel leuk zijn, maar wel een goede tekst hebben. Family. Kijk, dit is wel leuk, hè? Maar kijk of ik nog een betere kan vinden. Goed voert, ja. Dat is eigenlijk wel passend er eigenlijk wel bij, maar niet de kleur. This December Story is deze ook wel leuk, hè? Dit was in dit jaar niet helemaal december. Nee, ik ga toch voor Family. Of een stukje. Wacht. Gewoon hier een stukje van. Kan ik ook doen en dan dit er alsnog overheen. Ja. Ja, dat wordt ie. Plak ik hem een stukje op. Kijk of dat hij een beetje recht zit. Dan zit hij dus niet. Vast. Zo, die maak ik wel even nog bruin. Deze ook. Oh, daar heb ik die onderste niet gedaan volgens mij. Of wel? Label wel, maar deze weet ik niet. Nou, ga ik hier ook weer gaan. Dit bewaar ik, hè. Het is zonde om weg te gooien, dus dat bewaar ik weer in dat mandje. Dan weer ook weer een gaatje maken. Weet ik alleen niet of dat ik nog een groene hou. Oh, jawel, jawel, jawel. Hier piept nog een groene. Kijk. Ja, dan kun je veel foto's kwijt, Monique. Met een pocket kun je altijd veel foto's kwijt. Dat is altijd een makkelijke oplossing als je veel foto's hebt. Ik zat net te denken dat ik eigenlijk nog bij loods nog één foto mis, want ik heb ook nog een foto waar ik zelf op sta. Maar die kan ik er altijd daarna, later nog gewoon bij doen. Hè? Kijk zo. Ja, dit maakt dan de bovenkant, want als ik van de bovenkant niks had gedaan, was de bovenkant gewoon heel kaal geweest. En dat vond ik niet zo mooi. Dus
Dan ga ik hem wel een klein beetje naar me toe halen, maar volgens mij kan dat wel met het beeld. Zo. Kijk, dan is de eerste kant is dan klaar. En dan ga ik naar de tweede kant toe. En dat was deze. Even kijken, dan gaan we eerst even dit even aan de kant leggen. En hier heb ik de nieuwe stans met leuke kaas gebruikt. En de stans set met de cijfers. Even kijken, dan ga ik eerst even een kleine spul daarheen doen. Want ik wil deze pagina hierop plakken. En dan wil ik alleen maar de rand plakken. Dus niet de kaarsen vastplakken. En ik hoop dat dat straks dan wordt zoals ik denk dat het wordt. Of wil dat het wordt. Even kijken, ik ga toch lijm gebruiken denk ik. En dan ga ik het één voor één doen. Dus eerst deze rand. Ik denk dat ik nu een beetje moeilijk ga doen, maar omdat het randje zo dun is, ben ik anders bang dat hij niet goed. En de lijm die droogt meteen. Zo. Die kan ook zo. Nou, die is droog. Kijk, dan zien jullie hier. Was vorige keer ook. Deze kant zit precies er langs. Deze kant, die stans, die is net een klein stukje groter. Nou, dan knip ik er dadelijk gewoon af. Maar ik ga eerst dus deze plakken. Ik laat hem gewoon vallen. En dan hier nog. Wat een heerlijke pagina zo. Dankjewel. Pak ik even een grotere schaar, want dat vind ik makkelijker om zo'n dun randje af te knippen. En dan hou ik mijn schaar altijd een beetje schuin, zodat ik dan niet in de bovenste knip. En dan gaat het heel gemakkelijk om dat randje eraf te halen. Echt maar een heel dun randje, maar ja, het zit er wel aan, dus ik vind dat moet eraf. Nou, dan ga ik even kijken, want ik heb natuurlijk de kaarsjes in verschillende kleuren gedaan. En deze, die moet dan hierop. Die komt wel hieruit. Even kijken hoe dat hij dan zit. Zo zit hij wel goed. Maar dan moet ik nog precies zo zien te krijgen. Weet je, ik steek hem er dadelijk wel in. Plak hem eerst vast en dan laat ik gewoon die opening een stukje los. Dat is gemakkelijker. En dan gaat eerst deze. Dit is ook uit het papier van Esther. Het gele, het felle gele.
Oh, de verkeerde. Dat maakt niet uit. Ik dacht dat ik de grote had. Dan heb ik wat oranje, fel oranje, zeg maar. Die gaat dan hier bovenop. Maar het is net wat je zelf mooi vindt, hè? Ik heb er ook eentje gemaakt, heb ik alleen één zo'n vlam gedaan. Dus het hoeft niet. Zoals ik het nu doe. Dan ook deze nog even. Nou. Moet ik even mijn mesje erbij pakken, denk ik. Om hem hierin te stoppen. Beetje omhoog houden. Makkelijk zoals nu eigenlijk met het pincet kan werken, maar ik ga kijken of dat ik het zo kan. Zo. Dan doen we de kleine precies hetzelfde. Een klein beetje nagels, dus ik kan hem een klein beetje wippen zo. Zo. Kijk, maar dit is dus nu los. En dan is het week 48. En dan gaat hier de 8 en de 4 op. Als ik ze los krijg. Even kijken, ik wil het wel een beetje ver naar beneden hebben. Zo. En nog een beeldje. Ik ben heel erg slecht aan het opletten wat jullie aan het schrijven zijn. Maar volgens mij zijn jullie aandachtig aan het kijken. En dan de 4 aan deze kant. Maar weet je wat ik met die andere pagina vergeten ben? Ik ben nog vergeten de reinforcements erop te doen. Maar dat kan zo meteen ook nog. Zo. Nou, en wat had ik nu? Ik dacht dat ik een boekje wilde maken. Ik had net verteld dat wij naar Aken zijn geweest. Nou, dit is dus de kerstmarkt in Aken. 4 foto's ervan. Dan kunnen jullie zien dat het niet zo druk was. Nou, mondkapje verplicht. En ik heb een notepiece, heb ik dus 4 keer uitgestampt. En heb ik dus gestempeld met een nieuwe stempel. Ja, ik kan hem uit de verpakking halen, maar dat maakt niet uit of blinkt of zo. Dus deze stempel past precies op dit notepiece standje. En er zijn dotjes. En die heb ik in het groen gestempeld met verf van Claire. En toen heb ik alle 4 bij 1 centimeter gerild. Dus die ga ik nu een beetje aan elkaar vastplakken. Ga ik eerst foto's opmaken. Even kijken. Dit was het begin van de kerstmaand. Dus die. Zo. Kun je er eventueel ook nog, als je wilt, iets opschrijven. Dat
Dus ik doe ze wel hoger, dat ik er inderdaad misschien straks nog wat op kan schrijven. Zo. Echt een beetje recht zijn. Ja. Dat is 1. Mijn man die voor een heerlijke chocoladewinkel staat. Want dat hebben ze ook lekkere in Aken. Ook hele mooie. Die winkel is echt helemaal kerst nu. Alles in kersttrommeltjes. Ja, dat is leuk, hè, dat er nu stempels zijn voor de notebies standjes. Dat vind ik ook. Want ik heb hem nu gewoon ook als achtergrond gebruikt, maar je kunt natuurlijk de puntjes ook gebruiken om op te schrijven. Hè? Zo. Nou, nu ga ik ze even in elkaar plakken. Even de raadjes goed in elkaar houden. Zo. Ik kan een betere vierlijm op doen, denk ik. Zo. Als je die raadjes in de gaten houdt, dan is het goed. Ja, dit idee, dat is wel leuk. Ik hoop alleen dat het dadelijk werkt in, bij die kaas. Maar goed, dat zien we zo. Ik had groen touw. Maar dit vind ik nog wel stug tegenover dit touw. Dus ik denk toch dat ik voor dat hemdkoord ga. Nou, het zit vastgeplakt. Dus even kijken. 2, 4, 6. 2, 4, 6. En dan doen we in het zevende gat een stukje koord. Gewoon versieren, want het zit vastgeplakt. Zo. 2, 4, 6, 7. En zo kun je ook weer veel foto's kwijt, hè, als je een boekje maakt. Ik zeg wel of dat dadelijk lukt wat ik wil, dat weet ik nog niet zeker. Maar goed, dat zien we zo meteen. Eventueel zou je hier ook nog die washi-tape op kunnen plakken. Maar ik weet nog niet of dat ik erop wil schrijven of niet. Dus daar wacht ik nog even mee. Nou, ik doe mijn boekje weer even een beetje platvouwen. Nou, kijk, zie je. Zo kun je makkelijk foto's, of je kunt aan deze kant ook schrijven. Ja, dat is misschien nog leuker. Dat je aan deze kant schrijft en dan ga ik toch die washi-tape weer gebruiken. Ik vond dat wel leuk. Kijk, dan komt het op deze pagina ook weer een beetje tegelijk met de andere kant. Zo. Ik
een leuke idee om te doen. Nou, dat vind ik wel leuk om te horen, Monique. Dat jullie het wel leuk vinden. En ik ben er deze week 2 keer, dus ja, ik moet nog even bedenken wat ik vrijdagavond ga doen. Of dat ik dan weer met dit ga doen, of met Sidekick, of met de TN. Nou, ik zou zeggen, grijp jullie kans en geef aan wat jullie vrijdagavond zouden willen zien. Dan kan ik er zo over nadenken of dat, dat lukt. Want ik weet het nog niet, dus als jullie ideeën hebben, dan gooi ze maar in. Kijk, dit is toch wel leuk. Het wasjetip is toch wel leuk. Zo. Kijk, dan ga ik gewoon aan deze kant schrijven. Maar nou, doet hij wat ik wil. Ik wil dus gewoon het boekje zo hierachter stoppen. Moet ik even wat platter. Vindt alles leuk met de TN. Doe de planner maar. Weer, is altijd leuk. Ja, op zich is het heel leuk, hè? Toch? Maar dan mis ik hier ook weer iets. En dan had ik net een stukje van deze. Dus ik denk dat ik die mooi hier boven tegenaan plak. Is die wel op zijn kop met de tekst? Ja. Zo, kan ook nog. Hoe vinden jullie dat, het boekje zo erachter? Ik vind het eigenlijk wel leuk. Dit ga ik ook nog doen. Maar dan wil ik ook weer iets van die tekst erbij. Hè? Even kijken. Ik ga ze er weer bij pakken. Nou, rood wil ik niet. All is bright ook niet. De elf deed het ook niet. Let it snow. Nou, dat deed het dan wel. Dus misschien zou dat wel kunnen. Het was wel natte sneeuw, maar het was sneeuw. Twinkle, twinkle. Dat is wel leuk. Silent night niet. This December story. Nou, dat was het niet, friends. De family hebben we al gehad. Dat is weer cozy, ja, maar cozy die heb ik ook al gebruikt. Nou, ik denk dat het let it snow gaat worden, want dat kon je op de foto ook zien hoor, dat het met sneeuw was. Dus ga ik die doen. Kijk, en dan plak ik die gewoon hieronder op. Dan zie je dat randje niet. Ja, jullie vinden het wel leuk, dat boekje zo in? Ja, zie ik. De Irish Shuttle op de camera vind ik wel interessant, oké. Okay. Planner of Sidekick, planner. Oké. Okay. Nou, ik heb hier nu de dikke. Even een gaatje maken. Ik heb geen idee laten zo, bijna. Maar ik maak het toch even af. Even kijken, dan gaan we die. Ik moet even een groene doen, want ik had dit licht ermee. Kijk of ik een groene kan vinden. Ja, 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 nog eentje. Nu wel. Eigenlijk is het ook wel mooi dat ik dit touw gebruikt heb, want dan zit er overal hetzelfde touw in voor het boekje.
Nou, dan gaan we eerst deze vastplakken. Die plak ik gewoon tegen die rand aan. Zo, dan zit ik altijd goed. Ja. Even kijken. Zo. Ja. Misschien nog iets. Even kijken. Zal ik hier nog een stukje wash tape doen? Ik kan eigenlijk dat stukje zwart af. Dat zien jullie wel, hè? Oh, een stukje. Ja, nou, dan ga ik de reinforcement eerst even dit dichtmaken, zodat mijn lijm daar ook niet hard is. En dan zie ik dat ik deze niet gedaan heb. Dat ga ik nog even snel doen. Dat heb ik de andere kant ook gedaan, dus... Kijk, het boekje blijft er goed zitten. Nu heb ik het toevallig vast. Net toen ik het op de kop had, dan had ik het niet vast. Kijk, zo naast elkaar is het wel heel leuk. Ik ga eens even kijken. Even kijken. Die paard gebruik. Hierboven. Ik zit nu heel ongelukkig te doen. Ik gebruik deze niet zo heel vaak. Hij is Saskia, leuk dat je nog even meekijkt. Ik ben bijna klaar. Ik zal dadelijk als ik een foto maak, even de foto's eruit halen, of alle labels eruit halen. Kijken. Ja. Zo. Even kijken welke zo'n andere dingen. Kijk, dat is altijd wel leuk, hè. Eens dus even anders. Net niet. Soms past het er net niet bij, hè? Dit vind ik wel leuk. Kijken. Ja. Je gebruikt te vaak, zeg maar, gewoon de ronde. En vooral de kleintjes, die ik dus hier op de labels heb gemaakt. Die gebruik ik echt heel vaak. Dat zijn echt mijn favorietjes. Maar dit is ook wel weer een keer leuk. Kan ik het ook nog kiezen om het dit pijltje andersom te doen. Ook wel grappig.
Kijk, hoe pakken we deze dan? Ik denk ook zo. Of naar beneden. Dit heb ik eigenlijk ook nog nooit zo gedaan. Maar is wel heel erg leuk. Ja. Nou, dan ga ik dit net andersom doen. In ieder geval deze die ga ik hier beneden doen. Ik leg het even aan de kant. Dat is wel gemakkelijker. Dat zou ook nog kunnen, ja. Een kersttak of zo eronder nog bij te gebruiken. En ik had al speciale kerstbomen gebruikt voor die week. En ik dacht, ja, het was toch veel in de kerstsfeer, dus. Zo. En dan heb ik misschien, oh ja, ik heb nog wel. Ik denk dadelijk heb ik er geen twee meer, maar. Dat was nog wel. Nou, ik ben dadelijk ook weer helemaal zen. Ik vind dit gewoon zo relaxed om te doen. Even kijken. Deze zitten in een andere set. Volgens mij. Zou ik even moeten kijken dadelijk in welke set die zitten. Die zitten in een set hier, die reinforcement. Even kijken. Ik wil niet de pijltjes nu erboven. Vind ik nu, eigenlijk zou inderdaad de kerstboom, maar die heb ik hier niet in liggen. Gestanst. Dus dan gaan we toch voor iets anders. Even kijken. Hebben we ook wel de kerst... Nee, ik moet niet alles uitgestanst, zie ik wel. Nee, dan ga ik toch voor deze. Dat vind ik ook wel leuk. Het zijn nu de gewone rondjes. Ik wou zeggen, welk vakje was het nu ook weer? Als je zo op vakantie bent, dan mis je dit wel. Want ik had wel spullen bij, maar ja, ik kan natuurlijk ook weer van alles vergeten. En dan kun je het niet afmaken en dat vind ik dan altijd wel, wel vervelend. Dus dit is toch ook wel weer heel lekker om thuis te zijn en alles bij de hand te hebben. Zo. Z7 staat op. Oké, okay. Z7 heeft een dubbel, zegt Femke. Nou, dan zal ik hem even heel snel pakken. Als je zegt Z7, dan heb ik hem zo gepakt. Ja. Wij zijn ze namelijk op nummer. In deze set zitten ze dus. Femke had gelijk, Z7, de 1651. Pen Essentials 7. Dus hier zitten ze in. Dankjewel, Femke. En dan heb ik het snel gepakt. Dan hoef ik niet erin te bladeren. En ik ken ze ook echt allemaal niet meer uit mijn hoofd, hoor. Dus, nou, ik heb eigenlijk heel veel verschillende sets gebruikt vandaag. Nieuwe en oude. Maar goed, dat is ook de bedoeling, hè, dat je alles door elkaar kunt gebruiken. Zijn er nog vragen? Moet wensen blijven houden toch, Linda? Nou, ik zie geen vragen meer. Ik ga hem zo meteen weer op YouTube zetten. Dus als jullie hem terug willen kijken, dan... hij komt daar... ja, zo meteen. Het duurt altijd even, hoor. Want het moet even... duurt even voordat je alles klaar hebt. Geüpload en geëxporteerd en de hele mikmak. Maar hij komt in ieder geval op mijn YouTube kanaal. En dan kun je het al terugkijken. Ook op het YouTube kanaal van Doe Ding komt hij op. Dus...
ik zou zeggen, ik vond het heel gezellig weer vanmiddag. En misschien tot vrijdag. Ja, groetjes, doei doei.